Hallo daar en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Get Ready With in samenwerking met Philips OneBlade. Vandaag onze nieuwe creatieveling is de enige echte Maxime Stojanac van Like Me. Hallo. Daar is hij. Hoe is het ermee? Goed, goed. Ja, we hebben juist dansrepetitie. Ja. Juist dansrepetitie? Ja, we hebben dansrepetitie voor Like Me. Het is wat opfrissen terug. Welke stijl is het? Een beetje sprookjesachtig stijl. Het liedje is J'aime la vie. Je hebt op een vrij hoog niveau voetbal gespeeld. Ja, klopt. En dan op een bepaald moment toch besloten om voor Like Me te gaan. Ik heb vroeger heel lang bij Antwerpen gespeeld. En dan mijn laatste jaar heb ik bij Beerschot gespeeld. Dan had ik hier een mooi voorstel gekregen om iets nieuws te doen, een nieuw avontuur. Een droom altijd in mijn achterhoofd die ik wou doen. En ik heb gewoon met beide handen geprobeerd. Wat is uw allereerste effectieve ervaring voor camera dat je nu... Allereerste ervaring voor camera, met dans ook. En professioneel zingen en acteren ook. De allereerste keer. En wat zeiden uw ouders en uw voetbalkameraden op het moment dat je zei van ah, ik ga misschien toch eerder... Ja, eerlijk, mijn familie geloofde het niet. Die zeiden, ah, luister, kom, je gaat er... Wat ga jij een klein showje draaien, blablabla. Uiteindelijk, toen ze zagen dat we in de lotarij moesten staan, aan het optreden waren voor 5000 man, schoten die allebei in de tranen en waren ze heel blij. Hoeveel liedjes moet je doen op één show? Hoeveel dansjes, hoeveel liedjes? Ik denk dat we 22 nummers doen. Dat zijn hier vandaag tot van 9 tot 6, volledig, tot 1 uur pauze. En wij moeten 4 dansjes leren, dus dat is wel altijd pomp, pomp, pomp. Zo één dansje, één liedje waarvan dat gezegd, want dat is echt mijn favoriet. Ja, in het tweede seizoen is er eentje, een haka. Dat is opzij, opzij, opzij. En het was zo... Zo à la Nieuw-Zeelands. En dat was de max om te doen. Ik ga nog één keer dansen. Jullie mogen nog eens filmen. Pour le jour qui ne pas, j'ai un truc à moi. Je compte sur toi. Nu komt een moeilijk stukje voor de anderen. Gelukkig, ik ben altijd zo blij als ik zo'n moeilijke stukjes zie. En ik moet het niet doen. Oké. Ik ben echt een plank. Als de dans naar komt, kun je, als je niet kunt dansen, hier zeggen van ik kom hier toe en ik ga weer in Like Me. Nee, toch? Je moet toch iets nee, van... Je moet wel iets van dans kunnen. Ja, 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 dat wel. Ik had gewoon geluk omdat Like Me nog niet bestond. Dat was maar een idee. Dus ik had geluk om dat helemaal mee te krijgen. Maar je bent begonnen ook met covers op Instagram te plaatsen. Ja, klopt. Ja. 'Cause I know I can treat you better. Ik wou altijd wel eens met muziek doen, maar ik dacht ook, oh nee, ik wil dat toch niet. En dan plaats ik covers en zo ben ik hier terechtgekomen. Hip-hop en R&B is uw favoriete genre? Ja, ik luister wel allround music, ook heel erg soulful music. Muziek is muziek. Elke muziek kan schoon zijn als je het maar mooi vindt. En ik heb ook ergens iets opgevangen van een repetitie in combinatie met een onderbroek. Oké, ja, dat is het. In de zomer ben ik gewoon, ik ben al een redelijk vrije gast. En als het zomer is en het is super warm, dan draai ik nooit onderbroeken. Op een dag moest ik op set zijn en ik kom aan, ik was mijn onderbroek vergeten. Er waren geen onderbroeken op set en dan kreeg ik zo'n klein slipje. Dat is mijn eigen fout, ja. Dat is, Het is wel een goed machientje, dus. Normaal moet ik me altijd met mesjes scheren, maar omdat dat altijd na een tijd pijn doet, is dat goed om eens met een goede machientje te scheren. Is zo'n go-to look? Normaal gezien heb ik zo'n baard, die komt tot aan mijn tenen. Ik kan die als sjaal gebruiken, maar nee, dat is maar een mopje. Ik heb echt ja, hoogstens uit een beetje spinnenweb op mijn gezicht. Stel, je hebt echt een dikke baardgroei, wat zou je echt graag willen hebben? Als ik zo'n baard heb, zou ik me kaal scheren. Ja? Ja, gerne. Ja, sowieso. En oksels? Oksels scheer ik ook niet. Ik heb hier weinig haar, maar vanaf het beneden begint het. Van meisje, dat wil niet zien. Vince is terug 15, hè. En dan ruim ik dat meestal op. Ik kan me wel voorstellen dat zo in het algemeen, ook in het echte leven, zal de aandacht van de vrouwen wel iets gestegen zijn, of niet? Het is wel iets gestegen, ja. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, omdat ik een hottie speel in de reeks. Dan heb je zo een go-to-openingszin dat je zo gebruikt, of een go-to-dingen dat je zegt als je zo iemand aanspreekt. Ik stel me eigenlijk gewoon altijd voor. Ik zeg, hey, ik ben Maxime aangenaam. Ik zou mijn eigen doodschieten als ik een nieuw nummer zou vragen. Zoiets. Oh, daar moet de bal voor hebben, toch? Of niet? En je moet wel een beetje lef hebben, ja. Dat is zoiets dat je het 50 keer moet doen en misschien 1 keer gaat slagen. Of zo. Dat is gewoon af. Ja, nee, kijk, dat waren mijn vragen, nu, Maxime. Kijk, ik vond het toffe vragen. Dank je wel dat jullie langskwamen. Deze was een deel van mijn leven. Succes nog met de repetities. Ik zal mijn best doen met de dansje. Salutjes, hè. Ciao.